zo'n kutplek als je me over denkt. Meer kracht, Lucas. Meer kracht. The first revolution is when you change your mind about how you look at things. Because that's a highway to hell. And see that there might be another way to look at it that you have not been shown. Some of you were winning, and sometimes there was a losing game. It will not involve American combat troops fighting on foreign soil. You guys, you chose this outdoor trip and you turned out to be heroes. So this was an act of terrorism designed to kill innocent people. Some people flew up and down the mountain. Another one is protect your cover. This is why a simple cover is easier. Protect at all costs classified information. Look, again, I think that's a ridiculous accusation. The president in this matter has done nothing wrong. Under the gun, you're not going to want to be trying to remember all the details of a complicated cover. Hallo Frodo's van Frodo. Oh. We zijn bij een verlaten gebouw. Ja, dat is er. Dat is alles. Spannend! Oké, Lucas heeft dus als gebouw dit jaar het meest beveiligde gebouw uitgekozen. Waar letterlijk het niet mogelijk is om er overheen te gaan. En nu zijn ze aan het discussiëren of dat toch kan. Het kan niet. Ik ga weg. Oké, heel stil. Oké, mijn command is laten we dat kleine hek proberen. We kunnen altijd nog terugkomen. Heel mooi jongens. Volgens mij zijn ze nu hier ergens bezig. En tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Nee, ik bedoel niet aan daar, maar ik bedoel helemaal eromheen. Ja, maar op het moment dat je binnen bent, heb je zeg eens 30 seconden om ergens beschutting te hebben. En als je dat niet hebt, ben je dood. Er komt hier om de zoveel minuten komt hier een wagen langs. Ja, daar komt er nog een. Nog een. Hier, dat bedoel ik. Maar die wagens zien ons niet, alleen ze hier ingaan. Ja, dit is wel echt de beste plek om daar overheen te gaan. Ik ben niet Mr. Montreal. Jongens, dit is niet heel boeiend. Dit is een mountainbike pad. Dit is 100% een mountainbike pad. 100% niet. Dit is een hondenwandelaar. Hey, dit werkt niet overtreffend. Als ik zeg 100% wel, kan je niet zeggen 1000% niet. Zo werkt dat niet. Oké, jongens, hurry up. Laatste poging. Alles of niks. Maar je gaat dood, gast. Dit ziet er zo slecht uit. Ik ook nog met mijn camera. Als er nu iemand aankomt gereden, dan weet ik het voor zeker. Er komen mensen lopen. Wel links blijven kijken, hè? Een voetje geven, of wat? Nee, dat kan niet. Hoe bedoel je? Ik kan naar buiten. Gewoon noob, jij. Maar ik ben Harm, ik heb twee armen. Oké, jongens, er is daar iemand. Pas op. Ja, ik klap mijn zak met z'n mis. Dicht met mijn vinger ertussen. Dat is niet slim. Dit is niet. Mijn vinger bloedt. Haha. Lacht hij me uit. Niezen. Dat werkt niet. Is dit het enige wat je wilt doen? Ik woon niet in Oklahoma, dus dit is mijn stamboom. Is dit letterlijk het enige? Nee. Misschien nog een vinger open. Nee. Ja. Maar kan ik al stoppen met filmen of wat? Is dit mijn oude mondkapje? Nee. Je mag stoppen. Jouw ver wegcamera is echt slecht. Don't see my furniture. Hey joh, dat is... Nee, dat is... Hoe noem je dat? Ja. Je gaat een mondkapje om je... Pink binden. Laat mij. Zo erg voelde het toch ook niet. Hoor. Goed zo. Ja, goed. Zeg, niet PG, maar ze blijven daar staan. Dat is een probleem. Ik moet daar nog aan lopen. Ik zei het toch wel, ik kan. Oké, ik heb een idee. We pakken de geweren. Ja, je hebt ze van die onderste los, maar die kan je naar boven trekken. Maar het is nog niet heel ver. Mm-hmm. Of je wilt die tweede ook losmaken, dan kan je hem hoger doen. Maar het is wel behandeld hier. Ook een hardloper. Nou, dan ga ik wel echt een stuk van armen lezen. Hardlopers en doodlopers. Ja, er is nog maar... Het is al half zes. Ja, dus we moeten... Om 6 uur weg, vind je wel.
Ja, gaan we andere keer dit affinishen? Ja, dat sowieso. Ja, mooi. Ja, dat snap ik met je examens. Nee, ik wil alleen even laten zien dat het bij dat hek me lukt. Laten zien dat het mij is gelukt. Aangezien, ja, maar omdat het niet gelukt is, wil ik wel kijken of het hier niet kan. Oké, deal. Gaan we helemaal daarheen rennen? Ja. We moeten wel rennen. Oh, wat ren jij lelijk. Dat is zo'n kutwerk. Maarten, jou te wacht. Wat? Dan zit je met je kont erop. Volgens mij ben ik degene die het allerverst is gekomen. Dat ga je ook niet via daar rennen. Hoe moeilijk doe je? Je moet gewoon springen. Dit wordt een fake. Zou ik springen? Zou ik er gewoon overheen springen? Kan. Oh, je kwam tegen een tak. Maarten, bedankt voor erbij zijn. Dat was gewoon voorbereiding. Lucas, oh, dat was een leuke foto. Bedankt voor erbij zijn. Met z'n drieën. Rennen. Wacht, jongens. Is dit niet militair schietterrein? Nee. Het zou toch kunnen? Wauw. Ja, dit is een militair schietterrein. Mooie gaten. Lucas, dit is een militair schietterrein. Hoe weet je dat? Kijk naar die gaten. Ik kijk heel veel maps. Ik heb wel weer haast, dus... Run! Let's go. Gooi dan. Ja, gooi. Ja? Gooi dan. Lucas fiets. En als het goed is komen zij hier nu aan. Ja, kijk, wij kunnen snel weg. Lucas fiets heb ik aan de overkant gezet. Wat is er met mijn fiets? Ik heb hem aan de overkant van de weg gezet. We hebben ons buiten gesloten. Dat is echt heel sad. Meer kracht, Lucas. Meer kracht. Je hoort ook gewoon dat hij open zit. En dit is hier nog nooit eerder gebeurd. Heel raar. Heb je al nagedacht over een plan B? Ja. Nee. Ja of nee? Nee. Oh nee. Maar waarom is daar licht als er niemand thuis is? Dus drama met de huisbaas. De vraag op dit moment is, mogen we het hele huis frontaal opblazen? Tot nu toe is het nee. Arm jochie. Hij staat daar, alleen in de kou, zonder geld en eten. Lucas is een survivor, hij blijft het proberen. Woemauw! We moeten dan maar wachten op die slotenmaker. Ja. En op de pizza. En op de pizza. We hebben pizza. Wat gaan we niet doen? Ga je wel filmen? Ik film niet. Oh. Het is pizza. Nou, gaat lekker. Ja. De slotenmaker is er. Zeg dat hij er is. Hij is er. Ja. Hij is er. Slagroom heb ik ook. Oké, dus top. Even voor de eieren dan in kijken. Yes. Of zullen we gewoon eieren meenemen, dan zien we wel. Ja, gewoon eieren meenemen, want die dingen staan hier al sinds vorige week maandag. Ze hebben dat zelf geregeld. Nee, maar op internet is het echt, het staat vol met klachten om dat ook te bereiken. Okay.